Recentelijk heeft Josje Huisman opnieuw mogen kennismaken met het moederschap, wat gepaard ging met de vreugdevolle aankomst van hun kleintje en een verhuizing. Echter, te midden van deze blijdschap en veranderingen, deelde Josje op een zondag een persoonlijke update op Instagram. Te midden van een reeks foto's die een inkijkje gaven in haar recente leven, liet het voormalige K3-lid weten: achter de schermen heb ik aanzienlijke veranderingen doorgemaakt, van het verwelkomen van onze nieuwe spruit tot aan de hectiek van een verhuizing. Nota bene toen onze baby slechts 6 weken oud was. Deze levensomwentelingen hebben niet alleen vreugde, maar ook de onvermijdelijke stress met zich meegebracht, die zich vooral manifesteerde op Josjes gezondheid. Ze erkende: de onderliggende stress liet zich vooral zien aan mijn huid, een bekend teken wanneer stress de overhand neemt. Dus, het is de hoogste tijd voor wat meer me-time, naar buiten gaan, bewegen, gezond eten, enzovoort. Met vastberadenheid tracht ze stap voor stap haar leven weer op te pakken en deelde ze: ik ben voorzichtig weer begonnen met sporten en heb iets ontdekt dat me enorm ondersteunt om op het juiste pad te blijven met mijn gezonde gewoonten. Josjes openhartigheid over de uitdagingen van het moederschap en veranderingen in haar dagelijkse routine creëert niet alleen begrip, maar ook een band met haar volgers die haar reis met belangstelling volgen. In de komende tijd kijkt Josje vooruit naar het herstel van haar welzijn, waarbij ze zich focust op zowel fysieke als mentale gezondheid. Haar boodschap van selfcare en het omarmen van veranderingen weeft een verhaal van veerkracht en inspiratie, waardoor ze niet alleen een bekendheid is, maar ook een bron van empowerment voor anderen die vergelijkbare uitdagingen aangaan.